Leuk dat je weer kijkt naar deze video. In deze video ga ik je van alles vertellen over dit boek, De Voedselzandloper van Chris Verburg. Ik had er al wel eens van gehoord, maar ik had het nooit gelezen, totdat ik het te leen kreeg van iemand met de boodschap erbij. Dit lijkt wel heel erg op hoe jij je voedingspatroon inricht. En ik heb het dus gelezen en het klopt inderdaad. Het lijkt heel erg op hoe dat mijn eetpatroon in elkaar zit. En daarom vond ik het ook erg leuk om er een video over op te nemen. Punt van het boek De Voedselzandloper is om te bewijzen dat gezond eten heel erg belangrijk is voor het jong houden van je lichaam en ter preventie van ziektes. En verder worden er in dit boek vele voedings- en dieetmythes doorgeprikt. Ook biedt het boek een alternatief voor de verouderde schijf van 5, De Voedselzandloper. Daarmee laat het zien wat gezonde voeding is, maar vooral ook welke ongezonde voeding je beter kan laten staan en waardoor je ze kunt vervangen door gezonde alternatieven. En deze gezonde alternatieven leiden als mooie bijkomstigheid tot gewichtsverlies. En dat is wat ik zelf aan de lijve heb ondervonden. Zonder dat ik dit boek kende, heb ik dus ervaren wat gezonde voeding voor je overtollige kilo's kan doen. Het boek is geschreven door Chris Verburg en hij is arts en onderzoeker die eigenlijk al van jongs af aan geïnteresseerd was in het verouderingsproces en hoe voeding kan helpen bij het voorkomen van ziektes. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen en doet nu onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij onderzoekt onder meer de rol van gezonde voeding, diëten en medicatie op het verouderingsproces en op verouderingsziektes zoals hart- en vaatziektes, diabetes en dementie. Op zijn 16e verscheen zijn eerste boek en op zijn 25e zijn derde boek alweer. De Voedselzandloper. En met dit boek legt Chris de link tussen ons verouderingsproces en onze voedingswijze. In De Voedselzandloper komen tal van interessante onderwerpen aan bod die ik zeker even in deze video wil benoemen. Allereerst begint het boek ermee uit te leggen waarom diëten ongezond zijn en waarom een echt dieet geen dieet is. En daarbij wil ik graag een stukje voorlezen uit het boek wat heel erg treffend is. Iedereen die dieet is verkeerd bezig. Diëten veronderstelt immers dat iemand gedurende een zekere periode een extra inspanning levert om minder te eten. Dat is compleet belachelijk. Waarom zou je gedurende een zekere periode proberen gewicht te verliezen als je weet dat je na die periode dat gewicht er gewoon weer aan zit wanneer je weer normaal eet? Een echt goed en gezond dieet is een dieet dat nooit eindigt. Het is een levensgewoonte die aangeleerd wordt en die het hele leven volgehouden wordt, zodat lange termijn gezondheidseffecten zich ook daadwerkelijk kunnen voordoen. Bovendien mag afvallen geen inspanning zijn, want als het een inspanning is, hou je het niet vol. Ook is het verkeerd om te veronderstellen dat je minder moet eten om af te vallen. Als je voeding gezond is, dan mag je er zoveel van eten als je wilt. Je gaat er sowieso van afvallen als je te zwaar bent. En wat hij in dit stukje beschrijft, is dus precies wat ik zelf heb ervaren. Ik viel af op het moment dat ik gezond ging eten en ik hoefde dus echt niet op te letten hoeveel ik at. En ik vind het heel mooi dat in dit boek wetenschappelijk wordt bewezen wat ik in de levende lijve heb ervaren. Een ander onderwerp wat in dit boek aan bod komt is dat de schijf van 5 volledig achterhaald is. In de schijf van 5 neemt het gedeelte van groente en fruit een even groot stuk in als
de graanproducten, dus brood, pasta, rijst, aardappelen. En daarnaast worden vlees, vis, zuivel, allemaal en vleesvervangers, allemaal op één grote hoop gegooid. En diverse onderzoeken tonen aan dat dit ontzettend achterhaald is. Overigens ook de voedseldriehoek die in België veel gebruikt wordt. Maar een sterke lobby van de landbouw, vlees- en zuivelindustrie bij de overheid houdt onze voedseldriehoek of onze schijf van vijf in stand. De voedselzandloper die hier op de voorkant staat, is de vervanger van de verouderde schijf van vijf en de voedingsdriehoek. En deze voedingsdriehoek is opgebouwd uit twee driehoeken, twee gelijke driehoeken. De bovenste driehoek met ongezonde voeding en de onderste driehoek met gezonde voeding. En daarnaast kun je aan de lijn aan de zijkant meteen zien hoe je de ongezonde voedingsmiddelen door gezonde alternatieven kunt vervangen. De voedselzandloper is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en op onze evolutionaire voorgeschiedenis en is gericht op het voorkomen van chronische ziekten en verouderingsziekten. En gewichtsverlies is een automatisch gevolg daarvan. De voedselzandloper gaat uit van drie basisprincipes. 1. Snelle suikers zijn niet ongezond, ze zijn zeer ongezond. Ze zorgen voor een versnelde veroudering en een verhoogde kans op kanker. 2. Kijk uit met proteïne en proteïnerijke diëten. Een teveel aan eiwitten versnelt veroudering en bovendien klonteren eiwitten samen in en rond onze cellen, waardoor ze beschadigd worden. En 3. Vetten zijn gezonder dan gedacht. Niet zozeer vetten, maar vooral suikers spelen een rol bij hart- en vaatziekten. De voedselzandloper is geen dieet. Wat in dit boek beschreven is, is een gezonde leefwijze. En een mooie bijkomstigheid daarvan is dat je afvalt als je overgewicht hebt. Omdat de voedselzandloper een aanpassing van je eetpatroon zal zijn, en voor sommigen zal het een complete verandering zijn, is het niet altijd makkelijk om zo'n verandering door te voeren. En daarom worden er in het boek ook enkele tips gegeven die ervoor zorgen dat je de voedselzandloper succesvol kan toepassen. De voedselzandloper was voor mij één groot feest van herkenning. En hoewel ik 100% vertrouw op mijn aanpak van mijn gezonde leefstijl, is het altijd fijn om dat wetenschappelijk onderbouwd te zien. Maar daarnaast heb ik ook nieuwe dingen geleerd uit het boek. Zo was ik bijvoorbeeld een grote fan van yoghurt, kwark en kefir. Maar dit boek heeft mij toch wel laten inzien dat dierlijke melkproducten helemaal niet zo gezond zijn als dat wij denken. Dus ik ben overgestapt naar de plantaardige yoghurt. En zo staan er heel veel eye-openers in dit boek. Alleen daarvoor al zou je het boek moeten lezen. En als je echt met je gezondheid aan de slag wil, dan mag dit boek, De Voedselzandloper, niet ontbreken in je boekenkast. In dit boek wordt echt de link gelegd tussen voeding, wat je eet en het verouderingsproces. Versnellen ofwel vertragen, dat heb je dus zelf in de hand. En daarnaast speelt voeding niet alleen een belangrijke rol bij het voorkomen van chronische ziekten, maar ook bij kanker. Het boek De Voedselzandloper heeft mij weer echt even laten nadenken en kritisch kijken naar mijn eetpatroon. Alles wat ik eet, is dat wel gezond? En als je de voedselzandloper echt in de praktijk wil brengen, dan is het Voedselzandloper Kookboek een echte aanrader. Dit receptenboek worden de basisprincipes nog even kort herhaald, maar verder vind je heerlijke recepten voor ontbijt, lunch, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerechten, tussendoortjes, drankjes, dips en smaakmakers. Een compleet kookboek dus voor mensen die aan de slag willen met een gezonde leefstijl. In de beschrijving onder deze video zal ik de linkjes zetten naar beide boeken.
En ben je geïnteresseerd in gezonde voeding? Wil je ermee aan de slag? Dan zijn deze boeken echt een aanrader. Heb je nog vragen? Stel ze gerust onder in de comments. Zoek me op Instagram. Stuur me een DM. Dit was het voor nu. Bedankt voor het kijken en ik zeg graag tot een volgende video. Doei!